Goedemiddag en alweer de laatste dag van de week. En u kijkt naar een nieuwe aflevering van Leef je leven. Iedere dag live en iedere dag met een andere counselor aan tafel. En vandaag is Herman aangeschoven en die is al een paar keer te gast geweest. Dus nogmaals hartelijk welkom Herman. Ja, dankjewel. Hoe vond je het de vorige keren? Ja, prima. Ja, prima. Ja, en ik vind het ook fijn dat we zo'n onderwerp of dat we dit de uitzending maken. Want het wordt toch laagdrempeliger. Je merkt het aan de bellers. Ja. Ze zijn veel eerder geneigd om te gaan bellen. Om kleine onderwerpen met je te gaan bespreken. En mensen die hangen op en die zeggen ook van, ik ben echt geholpen. En nou, daar doen we het toch voor. Precies, want dat moeten we meteen even uitleggen aan misschien u thuis. U ziet een telefoonnummer in beeld. En Herman is een van de counselors die op die telefoonlijn actief is. Er zitten er een heleboel. Dat zijn deskundige counselors. Ze hebben er allemaal een opleiding voor gevolgd. Ja. En af en toe komen een paar van die counselors bij ons dus aan tafel zitten. En die laten u eigenlijk zien wat u op de lijn kunt verwachten. Nou, en Herman, je hebt dus de afgelopen week zat je niet bij mij in de studio. Ja. Ja. Heb je wel op de lijn gezeten? Ja. Ja. Heb je nou, misschien 2, 3 korte voorbeelden van wat voor mensen jou hebben gebeld? Of niet wat voor mensen, maar wat er aan de hand was in de situatie? Nou, mensen die met name conflicten komt toch heel vaak voor. Dat ze dilemma's hebben van met een man of met de buren. Van ze hebben eigenlijk, ze willen iets doen. Dus bijvoorbeeld heel concreet, een mevrouw die met een man samen een bedrijf hebt. Doet de boekhouding daar. En wil dan eigenlijk daar op haar manier dat doen. En de man heeft daar andere ideeën over. Okay. Hoe ga je daar nu mee om? En nou ja, dat kun je niet alleen betrekking hebben op boekhouding. Dat kan natuurlijk op veel meer zaken. Ja. Dat je gewoon verschilt van mening. Ja, maar het moeilijke is natuurlijk wel, Denise, als je al een bedrijf hebt met privé en bedrijfsmatig, dan wordt dat natuurlijk een heel groot dilemma. Hè? Want het ene, als het andere niet goed loopt, dan heeft dat toch met het andere ook weer te maken. Ook mensen die heel vaak met problemen hebben van mijn ouders die zijn nu naar een verzorgingshuis verhuisd. Ik verlies een hele hoop daaraan. Wat moet ik daarmee doen? Oké, nou, dat heeft wel te maken met waar ik het vandaag graag met je over wilde hebben. Kijk maar, de zorg voor je naasten. Mm-hmm. Nou, je haalt het nu al een beetje aan. Dat kan natuurlijk een enorme belasting zijn, de zorg voor je naasten. Er zijn nog een aantal dingen. 3,7 miljoen Nederlanders verzorgen zieke familieleden. Ja. Ja. Dat kan je partner zijn, of je kinderen, of je ouders die hulpbehoevend worden. Nog opmerkelijker is dat 42% van deze mantelzorgers, want zo noem je die mensen, een betaalde baan heeft. Ja. Bij mij gaan gelijk allerlei bellen rinkelen van, dan heb je dus al een betaalde baan. En dan daarnaast in je vrije tijd heb je bijna, nou, sommige mensen hebben er gewoon een fulltime baan bij door zieken familieleden te verzorgen. Ja. Nee, want zo zegt hij ook, hè, die mantelzorger noem je net. Hè. Een mantelzorger is eigenlijk iemand die langdurig en intensief zorg geeft aan een partner of familielid. En dat moet je niet onderschatten, hoor. Dat is echt zwaar, hoor. Wat die mensen daar allemaal voor op hun nek nemen. Ja. Nou, dat wil je bijna niet weten. En vooral in de professionele hulpverlening zien ze de mantelzorgers als aanvulling op de hulpverlening. En ik zeg altijd, het is net andersom. De mantelzorgers zijn het belangrijkste en de professionele hulpverleners, die zijn facilitair. En dat is een heel dilemma en dat ervaren ook een hele hoop mensen. Dat weet ik zeker. Ik zou wel eens graag iemand van u thuis willen horen. Kent u dit? En denkt u van, ja, ik heb inderdaad, je hoeft niet eens een baan te hebben, maar wie weet heeft u ook een zieke moeder of een zieke vader of een kind of een partner. En daar ben je gewoon ongemerkt heel veel tijd aan kwijt. En dan loop je ook vaak, denk ik, jezelf voorbij. Ja. Ja. En dat is natuurlijk het gevaar daarin. En daar schuilt ook een gevaar in. Want je wil niet je familieleden in de steek laten. Nee. Maar goed, je wil ook niet in ieder geval hun tekort doen. Nee. Maar dat zeg ik net ook. Het is gewoon inderdaad een dilemma waar het over hebt. Het zijn echt heel veel dilemma's, want jij noemt dat alleen nog maar privé. Hè? Dus als je een baan hebt en dan ook nog eens dat zorgen. Maar meestal hebben ze ook nog zelf een gezin. En dat moet ook nog draaien. En dat is ook nog bij. Ja, dus precies. Je zit daar een heel, er zijn verschillende dilemma's. Ik geef je te doen, hoor. Ja, dat is heel zwaar. Nou, ik wil heel graag horen, als u inderdaad thuis zit en u denkt, ik herken dit of iets anders. Want u heeft net van Herman ook kunnen horen dat je kunt bij een counselor terecht voor een heleboel dingen. En dat proberen we ook door middel van dit programma duidelijk te maken. Dus of u met dingen zit op uw relatiegebied of met uw werk. Of inderdaad iets over de zorg voor een ander. Nou, 0909-1881, dat is het nummer waar u contact mee op kunt nemen. En als u het leuk vindt om hier in de studio te komen en het te bespreken met mij en met Herman,
Graag, dan bent u van harte welkom, want we leren er allemaal van. We steken er allemaal iets van op. Ja. En u helpt er dus ook anderen mee. Ja. Nou, en op dit moment zit jij bij mij in de studio. Maar er zitten collega's van jou op dit moment op onze telefoonlijn onder optie 2. Herman, weet jij, kun jij iets vertellen als mensen thuis zitten en die zitten specifiek met rouwverwerking misschien, ja, ja. Of met een probleem met hun kinderen. Ja. Dan klopt het toch dat er collega's van jou gespecialiseerd zijn daarin? Die zijn daar gespecialiseerd in. We hebben als counselors hebben een tutorial waar je daarin hebt van heel veel gevoelens zijn niet te plaatsen. Nou, rouw, verdriet is zo'n gevoel. Ja. Hoe kun je daar nou mee omgaan? Ja. Ze zijn werkelijkheid. Eén ding is altijd zeker in het leven. Ja. Je gaat een keer van deze wereld af. Maar hoe kunnen we dat nu accepteren? En hoe kun je weer verder je leven oppakken? Nou, dit is een heel lastig onderwerp natuurlijk. Dit is heel lastig, ja. Vooral met doodgaan, je naasten verliezen. Dat is ook gewoon heel moeilijk. Ja. Maar goed, onder optie 2 denkt u van, misschien ben ik ergens nog niet helemaal uit of loopt u ergens tegenaan. Zoekt u dan alsjeblieft een beetje hulp of in ieder geval een luisterend oor. Want dat kan u toch weer een eind verder helpen. En onder optie 2 kunt u dat gewoon achter de schermen doen. Groot telefoonteam van deskundige counselors zit daar gewoon om u direct te woord te staan. Dus u kunt direct advies vragen of in ieder geval, ja, wat doe je dan eigenlijk als counselor? Want ik zeg wel advies vragen, maar dat is niet echt de bedoeling, Herman. Nee, van de week deden jullie dat heel mooi vertellen. Want eigenlijk staan als counseling wel adviesgever. Ja? Maar wij geven wel advies door eerst te vragen wat het met de gevoelens doet. Wat ze allemaal gedaan hebben en wat bij hun past. Hè, ja, het bij zijn hun geen manier. Algemeen advies. Nee, het is heel persoonlijk. Het is heel persoonlijk. Ja. Dus vandaar. Maar eigenlijk heb je met counseling daarin, altijd als je een probleem hebt, Denise, dan is het belangrijkste dat je aandacht hebt. Aandacht en dan bewustzijn creëren. Want bewustzijn maakt dus dat je zegt van, ik heb al 15 keer dit rondje gelopen en ik kom er niet uit. Ja, dat is niet prettig hoor. We gaan luisteren, Herman, of dit ook van toepassing is op onze kijker. Want we hebben een kijker aan de telefoon. Okay. Goedemiddag, met wie spreken we? Ja, met Ali Winters. Dag, Ali, heb ik het goed? Is dat Ali? Ja hoor, ja. Nou, hartelijk welkom in de studio, Ali. Ja, dankjewel. Kun je vertellen wat er precies aan de hand is? Nou, ik zorg al 21 jaar voor mijn man. Ja. En daarvoor had ik mijn oudste zoon. Die is overleden aan een hersentumor. Oh. Die was 6 jaar. En die heb ik tot zijn 15e ook verzorgd. Okay. En toen een jaar voordat mijn zoon overleed, 1986, heeft mijn man een auto-ongeluk gehad. En 10 weken in coma gelegen. En eigenlijk nooit weer de oude geworden, hersenletsel. En dan nu nog allerlei naweeën ervan. En ik werk ook nog. Ja. Nou, heel druk bestaan. Ja. Nou Ali, en wat is jouw vraag precies aan Herman? Mijn vraag. Ik vind toch dat, dat je weinig steun krijgt. Mm-hmm. Als mantelzorger, vind ik. Je doet het helemaal alleen, bedoel je ook te zeggen. Dat is heel. En je werkt ook nog, dus het klinkt heel zwaar. Ja. Ik ga eens vragen aan Herman hoe daarmee om te gaan. Ik zeg nog even tegen de mensen thuis dat misschien herkennen ze zich in jouw verhaal. En dan kunt u altijd praten met iemand op het onderstaande nummer, maar dan optie 2, want daar zitten de collega's van Herman op dit moment ook beschikbaar. Dus als u dat wilt, kunt u daar gebruik van maken. En Herman, Ali vraagt net van, ja, het is toch wel heel, heel heftig, want dit is al een tijd geleden gebeurd met haar man. Dus ze doet dit al jaren en ze werkt ook nog. Ja, maar wat is het belangrijke? Hallo Ali. Hallo. Fijn dat je belt, want ik weet zeker dat je hier een hele hoop mensen mee raakt, hoor. En dit is ook heel bekendbaar. Ik zit 25 jaar in de zorg en de welzijn. En ik ben ook blij dat RTL dit onderwerp naar voren gebracht hebt. Want ik weet zeker dat we daar een hele hoop mensen mee gaan helpen. Ja. Van wat jij vooral daarin zegt, is ook van dat je eigenlijk een stuk ondergewaardeerd daarin wordt. Ja. Hè? En zowel dat, want ik noemde dat straks, hè, ook door de professionals. Ja. Hè? Want de professionals zien het vaak als een aanvulling op de professie. Terwijl ik het probeer altijd om te draaien. Hè? Jij hebt met jouw man een relatie. Jij probeert met jouw man eigenlijk toch het leed wat jullie hebben zo te verzachten. Ja. He, en daarin zo menswaardig mogelijk mee om te gaan. En die hulpverlening, die zou daar facilitair in moeten zijn om ook af en toe een luisterend oor aan jou te geven. Ja, en wat jij belangrijk vindt. Ja. En wat zijn daar jouw ervaringen mee?
Nou ja, toen mijn man dat ongeluk kreeg, nou, toen was er eigenlijk helemaal niets voor ons. Mm-hmm. Kon nergens aankloppen. Ja. En dat is eigenlijk, in de loop van de jaren, sukkel je daar maar mee door. Mm-hmm. En later, ja, toen kreeg hij nog weer veel meer problemen, dat hij niet weer bij de tafel wegkwam en de hele dag naar. En toen heb ik dus contact gezocht met de MEE. Oké, ja, die instelling ken ik wel. Die kent u. Ja, ja. Nou, en daar heb ik toch eigenlijk wel heel veel steun aan. Oké. Ja. Ja. En wat, waar bestaat die steun nu uit? Ze zijn bezig om mijn man een paar dagen naar een soort dagactiviteit te krijgen. Mm-hmm. Om mij een beetje te ontlasten. Ja, ja. En als er iets is wat als papier ingevuld moet worden, want ja, dat krijg je dus ook heel veel, hè. Ja, 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 ja. En daar helpen ze dus ook mee. Ja, en dat vind ik dus eigenlijk voor mezelf ook wel fijn, want je komt in feite nergens aan toe. Nee. Nee. Wat was de vraag van Ali concreet aan jou, Herman? Ali vertelde daarin dat ze eigenlijk daarin niet gehoord wordt, hè, en niet gewaardeerd wordt. Nou, ze heeft gelukkig meegevonden daarin, hè, die haar wel een stukje, die haar wel een stukje ondersteunt daarin. En wat zou je nu concreet nog willen, waar je daarin jouw gevoel van waardering en dat je nog meer de regie zelf in handen hebt? Zijn er nu heel specifiek iets dat je zegt, dit zou echt mijn wens zijn, Herman? Nou, ik zit net naar jullie programma te kijken en ik bel daar eens over, maar echt een concrete vraag daarover. Ja. Ik zou eigenlijk niet weten waar ik verder nog aan kon kloppen voor hulp of... Maar hou je het nog wel vol, Ali, of niet? Dat wordt dus voor mij minder, want ik ben nu ook diabeet. En ik krijg eigenlijk de laatste tijd heel veel klachten van spieren en... Mm-hmm. en ja, zulke dingen. Dus het wordt voor mij ook wat zwaarder. Ja. Ja. En dan denk ik van, ja, wat geeft de toekomst dan? Ja. Nee, ik zou je wel daarin adviseren, Ali. Hè. Je kunt hierheen bellen, hè, en ook naar de counselors die nu aan de telefoon zitten. En ik vind dat toch wel heel fijn dat het 7 dagen per week is van 9 tot 11 uur... dat je daar inderdaad je hart zou kunnen luchten. Ja. Om daarin niet alleen ervoor te staan. Ik weet niet of je ook kinderen hebt of in je omgeving mensen die je heel nabij zijn en waar je vertrouwen hebt, want dat is ook belangrijk. Hè? Ja, dat heb ik wel. Heb je zulke mensen daarin? Ja hoor, ik heb een hele lieve dochter en zoon. Oké. Ja, schoondochter. Maar, nee, dus want wat ik straks tegen Denise ook noem, heel vaak, hè, want je hebt heel vaak met dilemma's te maken en het gaat er vooral om dat je daar aandacht voor krijgt. Ja. Dat is de eerste belangrijkste stap om daarin te zorgen dat je jezelf ook goed gaat voelen. Want aandacht betekent al dat je erkend wordt, dat je heel goed werk doet. He, en dat je ook, want je hebt een hele hoop onzekerheden, heb je daar ook bij. Hoe gaat het verder met je man? Hoe gaat het nu verder met jou? Ja. En wie kun je daarvoor inroepen? We hebben daar een hele hoop counselors voor. Maatschappelijk werk, die kan daar ook soms een stukje aan bijdragen. En soms kun je, als je daar zegt van ik wil mijn hulp hebben, kun je ook naar de huisarts zeggen van hey, ik trek het niet meer. Ik wil daar wel iemand bij hebben. Is het een idee, en ook voor de mensen thuis, die misschien ook hiermee zitten, dat ze inderdaad naar ons nummer bellen. En dat kan inderdaad van ochtends 9 tot 's avonds 11. Ja. Om dat eerst even te checken. Nou, te checken. Want dat doet Ali eigenlijk ook nu een beetje bij jou. Van wat zou ik nog kunnen doen of wat dan ook. Ja. En als nog mensen dit thuis herkennen, want Ali, ze horen jou op dit moment. Zijn collega's, Herman, die zitten nu beschikbaar. Dus dan als de mensen thuis een 2 in het menu intoetsen, dan kunnen ze ook even direct met iemand praten. Want soms is het wel fijn om even van een deskundige te horen van wat kan je nu nog? Ja, okay. En jij, ik bedoel, ik maak me voornamelijk dan zorgen over jou, Ali. Dat ik denk van, als je altijd zo klaar staat voor een ander, is er dan nog ruimte voor jou? Ja, dat is heel weinig. Nee, en hoe ga je die creëren dan, hè, Ali? Ja. Nee, maar dat is dus eigenlijk... Dat is het dilemma wat hierachter zit natuurlijk. Ja. Nou, ik vind daarom ook fijn dat je gebeld hebt. Want ik hoop dat ik je een beetje geprikkeld heb om daarin niet daarin het hoofd in de schoot te leggen. Maar inderdaad wel al, wat je gedaan hebt, is toch al erkennen dat je zegt van ik moet ook even naar mezelf gaan kijken. Ja.
Ja. En dan ook daarin opkomen, waar kun je hulpbronnen gaan halen om te zorgen dat je dat ook kunt blijven volbrengen. Want je haalt er waarschijnlijk ook heel veel voldoening uit. Ja. Hè? En dan kun je daar een goed en toch, ondanks je problemen, een goed leven mee leiden. Ja. Oké, dank u wel. Ja, ik wens je heel veel sterkte voor de komende tijd. Ja, dank u. En boor inderdaad de hulpbronnen aan die je in je omgeving hebt. Want dat is wel iets heel voornaams, denk ik, om te doen. Ja. Zal ik doen, hoor. Nou, dank je wel voor het bellen, Ali. Ja, dank je wel. Doei. Goed, nou, Herman is nu op dit moment beschikbaar. Heeft u ook een vraag, komt u alsjeblieft binnen in de studio. Want daarvoor zit Herman hier immers dit uur bij ons. En Ali had het inderdaad over de stelling, over mantelzorg. Ja. Want ze zorgde voor haar man. Ja. Dat is natuurlijk heel zwaar. Maar wat, ik bedoel, ik ken ook een heleboel moeders. Of een aantal, niet een heleboel, maar een aantal. Die bijvoorbeeld hun kind verzorgen of zo. Ja. Noem je dat ook mantelzorg? Dat is ook mantelzorg. Dus dat is heel breed. Ja, het is heel breed. Dan daarom noem ik net eigenlijk een beetje de definitie van zo'n mantelzorg. Hè? Voor daar intensief, langdurig, voor je partner of je familieleden. Dus als je een gehandicapt kind hebt, hè? Een moeder die zijn gehandicapt kind verzorgt. De dochter die haar moeder in het jaardenhuis die dementerend is, toch nog proberen een aardig leven te laten krijgen. De zieke man die door het aardig verzorgd wordt. En ik noem niet voor niks allemaal vrouwen, Denise. Want weet je eigenlijk... Zijn de meeste mantelzorgers zijn allemaal vrouwen. En hoe komt dat? Ja, zijn mannen niet zo verzorgd? Nou, dat weet ik niet. Wat je wel hebt, is de ervaring van... we zijn allemaal wel zorgzaam. Ja. Maar we zijn ook zo soms toegerust en uitgerust. Het eerste, als er gezorgd moet worden, wie staat er voorop? De vrouw. De vrouw. De vrouw. En als die vrouw dat niet eigenlijk doet, dan komt die man dan. Ja, maar Herman, leg mij eens uit. Wat zit er in de man? Maar ik ken ook wel een aantal lieve mannen die voor hun zieke vrouw zorgen. Oh, maar ik zeg dat ook niet. Mannen van Nederland, u mag gerust hier nu naar Herman bellen en zeggen... Herman, ik ben het er niet mee eens, want ik heb... Nee, maar natuurlijk, altijd als je daar iets zo, die uitspraak doet, doe je mensen tekort mee. Er zijn ook zat lieve mannen die dat ook maar verzorgen. Maar het merendeel is gewoon het meeste vrouw. Is gewoon vrouwen. En een hele mooie uitspraak, die heb ik niet zelf verzonnen, maar dat is een meneer Rigo van Meer. En die zegt van, de mantelzorger is de cement van onze zorgzame samenleving. En dat vond ik wel een hele mooie uitspraak. Ja. Nou, we hebben nog een kijker aan de telefoon, dus laten we even horen wie het is. Goedemiddag, met wie spreken wij? Ja, hallo. Hallo, met wie? Met mevrouw Warmerdam. Dag mevrouw Warmerdam. Hallo. Kunnen we u helpen ergens mee? Wat zegt u? Kunnen we u ergens mee helpen? Ja, ik heb ontzettend veel verdriet van de dood van mijn man. Ja. En ik heb 3 kinderen. En u weet even niet hoe het verder moet. En die zie ik niet meer. En het ergste is mijn kleinkinderen. Nee. En ze kwamen altijd over de vloer. Okay. En ik zie ze niet meer. Nee. Nee. Mevrouw Warmerdam wordt echt heel erg verdrietig, ook Herman. Mevrouw Warmerdam, goedemiddag. Ja. Nou, blij dat u daarin over belt en dat u in ieder geval daar aandacht voor vraagt en uw hart zou kunnen luchten. Wat u eigenlijk over hebt, als ik even mag vragen, van hoe lang is dat geleden dat uw man is overleden? 10 jaar geleden. 10 jaar geleden. En hoe lang hebt u geen contact meer met uw kinderen? 8 jaar. En weet u nog wat de reden was dat u geen contact meer met uw kinderen kreeg? Ja, van het een kwam het andere. Ja, maar u kunt niet zo... Want ik had gezegd, je hoeft niet elke keer te komen. Nee. Want dat wil ik niet, ik wil geen beslag leggen op het gezin. Nee. En, maar ze nu dan, het is wel leuk om hun te zien natuurlijk, en de kleinkinderen. Ja. En die zijn helemaal ontgroeid. Ja. Maar ja, ik zeg, de kerk zat zo stampend vol toen mijn man stierf. Ja. Ik zeg, maar je ziet op een gegeven moment niemand meer. Nee. Dat hoor je vaker, Herman. Ja. Nee, dat is en dat ook is zo. Heel vervelend. Ja. Mevrouw Welmedam, u hebt het eigenlijk over rouw, maar eigenlijk een driedubbele rouw die u hebt. En dat vertel ik zo en dan zou je zeggen, nou, daar word ik niet mee geholpen, want dat is nog zwaarder. Want ik maak u bewust, want u hebt uw man verloren. Eigenlijk voelt u dat u ook uw kinderen verloren hebt en ook de kleinkinderen dreigt u te verliezen. En de vraag is... Dus dat is het ergste. Ja, uw man... Die is 10 jaar geleden overleden en die is dood. Die krijgt u niet meer terug.
Hè? Nee. Uw kinderen. Ik heb ook verloren. Ja. Ja, oké. Dus nog daarin nog meer verdriet en rouw. En de kinderen. En hoeveel kinderen hebt u daarin, zegt u, waar u geen contact meer hebt? Het is van Lieverlee, is het door een kleinigheidje en door een schoonvader van mijn dokter. Ja. Die ging ermee bemoeien, want die zag het. Ja, je soort jaloers. Mm-hmm. En van het een kwam het ander. Ja, ja. Ja. Maar met hoeveel kinderen heeft u geen contact meer, mevrouw Warmer dan? Wat zegt u? Met hoeveel kinderen heeft u geen contact? Niet. Want er is er één gestorven. Ja. Mm-hmm. Met hersentumor. Ja. Ja. Mm-hmm. En daar heb ik veel zorgen om gehad. Ja, ja natuurlijk. Ja. Maar drie kinderen. En mijn man, daar heb ik 2 jaar voordat hij stierf niet geslapen. Nee. Want ik moest waken over hem, want hij was hartpatiënt. Ja. En dus overdag sliep ik een beetje. Ja. En 's nachts, want ik heb het 3 keer meegemaakt dat hij hartstilstand had. Wat kan jij concreet voor mevrouw Warmer dan betekenen? Want ze heeft heel veel verdriet. Mm-hmm. En dat is niet 1, 2, 3 die op te lossen, Herman. Ook niet nu in een uitzending. Wat kun jij haar voor handvaten meegeven? Ik wil van mevrouw Warmer dan graag horen. Wat maakt nu dat het leven voor u de moeite waard is? Op dit moment. Ja, want het is heel moeilijk. Want ze wonen aan me vlakbij. Wat zegt u? Dat laatste? Ze wonen vlakbij. Oké. Het was altijd gezellig. Ja. Maar ik probeer even u daarin heel concreet even uw gedachten op gang te brengen. Wat zou u het liefst willen nu op dit moment, waardoor uw leven weer een beetje een sprankje hoop geeft? Ja, want ik ben altijd een sterke vrouw geweest. Ja, ik kom nog niet bij u binnen, hoor ik. Ik probeer het nog eens een keer. Wat zou u nu op dit moment willen? Misschien is het ook wel een hele ingewikkelde en moeilijke vraag, maar ik probeer het toch. Waar u zegt van, u hebt het eigenlijk al gezegd, maar ik vind het heel belangrijk dat u het zelf zou zeggen. U komt wat er niet uit, hè? U? Ja. Nou, ik zal helpen, Denise, daarin. U hebt gezegd van, het meest pijnlijk wat nu... Dan moet ze de televisie zachter zetten. Okay. Mevrouw Warmer, dan als u de televisie zachter zet, want u heeft gewoon Herman aan de telefoon. Zo, ja. Ja, hoort u het nou beter? Ja. Nou hoor ik je. Oké. Nou, u zei straks dat het meeste pijn doet, is dat u uw kleinkinderen nu niet ziet. Ja, dat is het ergste. Dat is het ergste. Ja. En hoe krijgt u nu weer voor elkaar dat u weer uw kleinkinderen kunt gaan zien? Ik mag ze niet meer zien. En wat is daar de reden van? Dat weet ik ook niet. Nee. En hoe... Ze pakken niet op als ik bel. Nee. Ja, ja. Sorry. Ja, nee. Dat is hartstikke begrijpelijk, want dat voelde dat heel veel zelf, meer... Ik heb zelf atrozen. Mm-hmm. Nee, want dit voelde heel veel oma's, hoor. Want u bent oma, hè? Ja. Ja. En wie in uw omgeving... Met wie in uw omgeving hebt u dit al besproken en welke hulp hebt u daarvan gehad? Nou, ik blijf veel binnen. Ja. En vroeger was ik altijd aan het wandelen met de kinderen. Mm-hmm. En in het dorp. Ze wonen echt in een dorp die je kent. Ja, ik zeg, ik durf gewoon niet meer. Nee. Mevrouw Warnsdam, wie in uw naaste omgeving nu... Ja. Die nu opkomt voor u, waar u het meeste vertrouwen in hebt. Hebt u daar een persoon in? Ja, ik zeg net wat je zegt, omdat ik die artrose heb. Dus ik zit in een rolstoel. Ja. Ik zeg, je wil wel eens naar buiten toe. Ja, mm-hmm. Maar u heeft niet echt een beste vriendin op dit moment? Nee. Nee. Hoe oud bent u, mevrouw Warsdam? 66. In uw dorp of stad... Daar is een stichting Welzijn Ouderen. Ja.
En kent u daar het telefoonnummer van? Of daar kunt ja, u opzoeken? Ja? Ja. En daar kunt u heen bellen. Ja. Want die mensen die hebben ook, die werken met vrijwilligers en ook met professionals. Ja. En die kunnen dan samen met u ook bekijken hoe komen we weer in contact met uw dochters. En daar via uw dochters. Ja, of twee zoons heb ik. Of twee zoons, sorry. Ja. Ja, met uw zoons daarin weer in contact, waardoor u uw kleinkinderen kan gezien. Ja. Dan zou ik ook daarin echt met Stichting Welzijn Ouderen contact opnemen. En gaat die dan ook een plan met mevrouw Wamers dan maken? Ja, ja, ja. En, weet je, nee, maar, weet je, wat zegt u? Ik denk dat de kinderen zelf moeilijk hebben dat hun vader dood is. Ja, 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 ja. Maar weet u wat zo fijn is? Als u nou wat hulp krijgt, zodat u er niet alleen voor staat. En dat is eigenlijk ons doel. Ja. We willen niet dat u inderdaad alleen thuis zit en niet meer naar buiten kunt. Nee. Dus ik hoop dat u deze tip van Herman echt opvolgt. Ja. Als u belt en ze komen bij u, dan gaan ze met u een plan maken. En als u een plan heeft, dan voelt u zich misschien weer beter. Ja. Ja. Gaat u dat doen, mevrouw Wamer dan? Ja, ik hoop het. We proberen u een beetje op te peppen, want als dat lukt, dan zien we... Ik zeg, ik lach en ik huil tegelijk. Ja. Ja, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat u zelf actie neemt. Ja. En ik hoop dat we hier een stukje energie aan u geven. Dat u zelf weer de telefoon gaat pakken en uw eigen regie weer gaat bepalen. Ja. En dan heb u nu aandacht gevraagd voor uw probleem. En daarin zelf ook actie nemen, dat maakt ook weer dat u eigenlijk... Het is niet morgen geregeld. Ja. Maar wel met iemand erover praten, aandacht, bewustzijn en even mee laten kijken over de schouder. Ja. Maakt dat meer kans op succes en, dan zo. En u kunt natuurlijk ook altijd nog een keer, al is het vanavond of in het weekend, als u denkt van ja, ze hebben pas volgende week tijd en ik wil er nog wat verder over praten. Ja. Ook Herman zit na de uitzending weer op dit telefoonnummer. Ja. En praat u dan alsjeblieft wat verder. Oké. Het zit een beetje hoog. Oh, maar nou, komt u even bij, neemt u een kop thee of iets. Ja. En kijkt u verder naar de uitzending. En ik wens voor u voor een hele goede afloop. Ja, bedankt. Dag mevrouw Amerdam. Ja hoor. Dag. Ja goed, wij gaan nu naar de reclame zometeen. Maar zometeen heb je weer tijd. Ja. Dus wilt u een vraag stellen. En dat hoeft helemaal niet per se over mantelzorg te gaan. Mevrouw Amerdam had een ander probleem. Want zij kan haar kleinkinderen niet meer zien. Nou, we hebben ook onder optie 2 een compleet groot team van deskundigen zitten. Allemaal counselors, allemaal collega's van Herman. En zij zijn gespecialiseerd in onder andere rouwverwerking of opvoeding of werk of stress. Noemt u het op. En als u het nog niet helemaal begrijpt van waar gaat het dan precies over, als u contact opneemt met het nummer onder optie 2, dan wijst het zich allemaal vanzelf. Het wordt heel rustig aan u uitgelegd en u staat er niet alleen voor. Nou, heeft u een vraag voor Herman, kunt u ook tijdens de reclame bellen. We zijn zo bij u terug. Welkom terug bij het tweede deel van Leef je leven. We hebben een kijker in de reclame aan de telefoon gekregen en die hangt nog steeds aan de telefoonlijn. Wilt u ondertussen uw vraag stellen, dan kan dat nu even niet aan Herman, maar wel onder het nummer en dan optie 2. Dus als u een 2 indrukt, want dan spreekt u met een van de collega's van Herman. Er zijn een heleboel beschikbaar, dus u kunt altijd met iemand praten. Wie hebben we aan de telefoon? Hallo? Hallo, met Murat Şahingöz. Dag Murat. Ja, goedemiddag. Ik zit even naar jullie programma te kijken. Ja. Nou, normaal gesproken werk ik, maar ja goed, toevallig ja, kijk ik naar jullie programma. Ik vind het een interessant programma. Hartstikke fijn om te horen. Ja. Nou, ik ben ook een mantelzorger geweest. Ja. Voor wie, Moerad? 7 jaar geleden hebben we onze zoon verloren aan hersentumor. Oh jee. Oh. Nou, we hebben toch 3 jaar gevochten om hem beter te krijgen, maar helaas is het niet gelukt. Nee. Ja. Nou, gisteren zei, of straks zei Herman van, nou, mantelzorgen zijn meestal dames of vrouwen, maar ja, ik ben er niet helemaal mee eens. U zei ook van, nou, reageer dan even dat u het niet eens bent met Herman, daarom doe ik het ook even. Ja, kijk, mannen moeten ook in de gelegenheid zijn natuurlijk. Hè. Kijk, als je vrij kan nemen van je werk. Ja. Natuurlijk kun je ook voor je kind of voor dierbaren verzorgen. Dus ja, ik weet niet, maar misschien is het toch beter dat het wettelijk geregeld wordt. Dat is ook mijn vraag eigenlijk. Is het nou ergens wettelijk geregeld? Misschien kunnen de mensen ook gebruik maken van de wettelijke regels. Ja. Toen ik ermee bezig was,
heb ik mij niet bezig geweest eigenlijk, hoe het wettelijk was geregeld. Nee, dan heb je wel iets anders aan je hoofd, hè, Murat? He? Ja. Ja, is dat zo? Ja, ik bedoel, er is wettelijk iets geregeld. Maar ook voor vaders? Ja, ja. Nee, want Murat, nou goed, dat zei ik straks al tegen Denise, hè, als je dat zo zegt. Maar de werkelijkheid is wel zo dat de meeste mantelzorgers vrouwen zijn. He? Klopt, dat ben ik ook wel met u eens, hoor. Ja, en dat is zo. Wat je dan ook ziet, en dat heb ik straks aan Denise ook uitgelegd, als dan de vrouwen dat niet doen, dan komen ook de mannen. En sommige mannen staan daar heel zelf voor aan. Want het ligt ook een beetje aan je karaktereigenschappen. En wat je daarin wil en hoe dierbaar is. Nou, jij hebt daarin je zoon daarin verloren. Ja. En jij vroeg eigenlijk daarin, hè, want ik begrijp je daar hartstikke goed in van dan heb je wel iets anders aan je hoofd en dan ga je niet kijken waar je overal recht op hebt. Ik weet uit ervaring dat er cao's zijn, hè, collectieve arbeidsafspraken, overeenkomsten. En daar staat dan altijd in van waar een werknemer en een werkgever zichzelf aan hebben te houden, dat er calamiteitenverlof is. Uh-huh. En calamiteitenverlof is dan in één keer komt bijvoorbeeld je kind ziek thuis, want die van school en vader en moeder werken, dan moet de werkgever jou in staat stellen om jouw kind gelijk te gaan verzorgen. Ja. En daarin ook dat je dat zo snel mogelijk kijkt welke protheses dat je daarvoor kan doen. Hè? Welke hulpmiddelen, wie je anders kan instellen, in gaan schakelen. En er is ook een zorgverlof. Ja. En een zorgverlof is dan ook als je, met name, want dat zeiden we straks over mantelzorg, nou, met ernstige ziekte te maken hebben, soms ziekte leiden tot dood. Ja, dat is ook langdurig. Dat is langdurig. Dan kun je zorgverlof daarin hebben. En dat is ook soms wettelijk daarin geregeld. Ligt eraan een beetje een cao. Maar dat is dus niet in iedere cao. Nee, want ik kan me eigenlijk voorstellen, Denise, als je een kleine middenstander bent en je hebt één werknemer, dan wordt het daarin wel heel wat moeilijker dan dat je in een grote organisatie hebt. Ik praat vooral over Murat, over grote organisaties. Ik weet niet waar jij werkt. Maar in grote organisaties waar meer werknemers zijn, is het over het algemeen wel met zorgverlof of calamiteitenverlof. Ja, dat is mij ook duidelijk, hoor. Gelukkig heeft mijn werkgever ook wel meegewerkt. Ja. Ja. Ik kon wel zorgverlof krijgen. Dat is het ook probleem niet geweest in mijn geval. Ja. Maar ik bedoel in de algemene zin, we hadden ook veel lotgenoten bijvoorbeeld, die helemaal niet wisten hoe ze verlof konden krijgen. Ze moesten ook gewoon doorwerken. Ja, ja. Nou, gelukkig heb ik die gelegenheid wel gehad. Het was bij ons ook in de cao goed geregeld. Ja, ja. Alleen nou, hoe het wettelijk is geregeld, dat is de vraag voor een heleboel mensen. Ja. Nou, af en toe spreek ik ook wel eens met lotgenoten. Ja, ja. Maar volgens mij, behalve cao, is het wettelijk niet geregeld, zover ik weet. Nee, maar daarom dan zit je toch heel vaak aan de cao. Het is inderdaad wettelijk denk ik niet geregeld dat mannen en vrouwen horen. Dus dat gaat over mensen. Dus het is niet specifiek voor vrouwen of voor mannen. Maar je zult vooral een overleg moeten hebben met je werkgever. En dan ligt dat toch ook een beetje aan welke situatie je zit. Ik ben wel blij dat je daarin gebeld hebt, Murat. Want ik denk dat je vooral door jouw ervaring ook van, nou, op dat moment heb je wel iets anders aan je hoofd. En daar van tevoren ga je er geloof ik liefste niet aan denken. Want je hoopt dat het je deurtje voorbij gaat. Dat je toch met dit en ook in jouw omgeving toch een hele hoop mensen daarop kunnen gaan wijzen. Weet je wat het is, Murat? Ja. In zo'n situatie. Dan ben je inderdaad met andere dingen bezig. En dan is het misschien al, kost het je te veel moeite om zelf aan de bel te trekken bij je werkgever. Ja. Maar als ze het zelf niet aanbieden of jou erop wijzen dat je er recht op hebt, dan gaat het misschien wel aan je neus voorbij, terwijl je er wel recht op hebt. Ja. Dus voor alle mensen die inderdaad een ziek iemand thuis verzorgen, ik zou toch gelijk gaan praten bij het werk van wat valt er dan te regelen? Ja, precies. Mensen moeten toch even wakker blijven en even aan de bel trekken en dan vragen van, wat zijn de mogelijkheden voor mij? Dus dat adviseer ik dan voor de lotgenoten. Ja. Ik heb het nu achter de rug. Ja. Nee, maar heel mooi. Daar kun je niet mee zijn met zo'n verlies. Maar voor de lotgenoten nu adviseer ik toch om goed na te gaan wat de mogelijkheden voor hun zijn. Ja. Wat het in een cao, wat jullie ook voorstellen, geregeld is. Ja. Toch
gebruik van maken. Ja. Nou, Moerad, wat ik heel fijn vind dat je gebeld hebt, want dat zegt Denise net ook. En van, je zegt dus eigenlijk van... erover praten. Ja, en ook van, je gaat zelf je eigen oplossingen al creëren. Maar als je niet met iemand in gesprek komt, dan weet je niet welke oplossing dat er allemaal zijn. Ja, maar precies. Daarom moeten ze nou net naar een counselor bellen, zei jij. Ja. Voor met, nou, en dan niet zozeer over cao's of wat dan ook, maar... Een counselor, inderdaad, laat je wel andere kanten van je situatie zien, waardoor je weet welke stappen je kunt gaan ondernemen. Precies. Dus Moerad, we danken jou hartelijk voor je vraag. Nou, jullie ook bedankt. Wij gaan gewoon verder. Fijne dag verder. Dankjewel, Daan. Tot ziens. Goed, wilt u thuis nog meedoen in dit gesprek? Of heeft u een ander onderwerp waar u inderdaad niet 1, 2, 3 uitkomt? Soms weet je gewoon niet wat je mogelijkheden zijn. Of zoals mevrouw Warmer dan, ze ziet haar kleinkinderen niet. En ze weet eigenlijk niet wat ze daar nou aan moet doen, want dan loop je gewoon vast. Als je daar niet bijvoorbeeld met een buitenstaander over praat, zoals een counselor, als Herman of een van zijn collega's onder menu 2, dan kom je daar wellicht niet uit. En hoeveel moeite is het om inderdaad... Kijk, je kan gewoon thuis zitten en denken van, aan mijn situatie is toch niks te doen. Ja, Herman, ja, er zijn vast mensen die denken van, ik kan niet geholpen worden. Maar probeer het dan allicht. Want stel nou dat een counselor toch net even die andere vraag stelt, waardoor je denkt van, oh, maar daar had ik nog niet aan gedacht. Nee. Dan moet je die kans eigenlijk niet laten lopen, vind ik. Nee, maar wij hadden het straks ook over, Denise, hè? Daarin van, als je zelf al dingen uitspreekt en via je oren weer terugkrijgt, kijk het toch anders. En dan hoor je het anders. Want jij gaat zelf, net zoals Moerad daarnet zegt, van, je hebt zelf iedere keer je eigen oplossingen. Ja. En die blijf je maar herhalen. En die zijn niet de oplossing. Nou, en leg mij eens uit van, oké, je kan het zelf niet altijd bedenken, maar dan denk je, nou, ik ga wel met mijn moeder praten of met mijn vriendin of met mijn beste vriend. Ja. Waarom zou je in plaats van met hen dan toch bijvoorbeeld naar onze lijn bellen om met een counselor te praten? Ik snap helemaal dat u thuis niet 1, 2, 3 naar de praktijk van een counselor gaat. Zoals om nu persoonlijk naar Herman toe te stappen. En Herman, je bent hartstikke aardig, daar gaat het niet om. Maar, nou, maar die drempel is nogal hoog. Ja. Dan vind ik bellen al makkelijker. Maar waarom zou je dat inderdaad met een counselor moeten bepraten en niet met iemand in je eigen omgeving? Nou, ik weet niet of je dat zo kan zeggen. Hè, want er zijn mensen bij die dat ook prima kunnen. Ja. En daar een goede oplossing. Maar je doet eigenlijk ook met je omgeving iets. Als je dat met een ander gaat bepraten in je omgeving, en het heeft met die omgeving te maken, dus heel concreet, Denise, van ik vind het toch wel moeilijk om mijn man te verzorgen, en je gaat dat met je dochter bespreken, ik noem maar iets, als is ze volwassen, dan belast je daar ook al iemand mee. En dan denk ik, daar moet je even gaan kijken, met wie kun je het bespreken? Een counselor is objectief, heeft er geen belang bij. Je kunt er alles mee zeggen, vooral als je je eigen ergens over schaamt. Want jullie hebben een vertrouwensrelatie hè? Ja, we hebben beroepsgeheim, hè? Okay. Dus beroepsgeheimethiek. En we zijn lid van de Algemene Beroepsvereniging voor Counseling. En die zorgt er ook voor dat je goed geschoold bent. En dat je daar ook, mocht je klachten hebben over ons, kun je klachten tegen ons indienen. Nou, dat is in ieder geval goede informatie ook om te weten. Wilt u precies weten hoe het allemaal werkt, dan kunt u contact opnemen met het onderstaande nummer 0909-1881. Optie 1 was Herman in de studio. Die vervalt, want ons programma zit zo meteen op het einde. Wel kunt u optie 2. En het leuke is dat ook Herman en alle collega's zichzelf aan u voorstellen. U hoort een paar kleine bandjes afgaan. En als u denkt van, diegene klinkt vriendelijk, die heeft veel ervaring en precies op het gebied waar ik eigenlijk wel een vraag over heb, nou, dan kunt u op het knopje drukken en dan heeft u direct contact. Herman is gelijk een uur na de uitzending nog beschikbaar. Ja. Dus u kunt gelijk eigenlijk naar het nummer bellen, wilt u hem persoonlijk spreken. En u ziet onderin in beeld, zag u de website staan. En eigenlijk gebeurt daar hetzelfde als op onze telefoonlijn. Ja. Jij staat er ook op met een foto. Ja, ja, ja. En met helemaal waar je ervaring in hebt. Ja. Waar je praktijk zit, wat meer dingen. En er staan hele leuke boeken op, hoor, Denise. In de shop, waar je hele leuke boeken hebt, waar je ook zelf iedere keer kan hebben van, ga er eens over lezen. Ga er eens over lezen om te kijken, kom eens tot andere oplossingen. Nou ja, dat is hartstikke goed. En je vergeet iets heel belangrijks, want zowel op de telefoonlijn als op de internetsite hebben we zelf testen. Nou, Herman moet al lachen. Wilt u uw seksappeal testen om te kijken of u nog in de markt ligt? Of uw zelfvertrouwen? Hobbies. Of hobby's? Of uw relatie? Nou, van alles en nog wat kunt u vinden onder optie 3 of ook op onze internetsite. En doe dat maar eens, want het geeft u heel veel leuke inzichten over uzelf. Nou, het weekend zijn we er niet. Wel is de lijn geopend. U kunt ten alle tijde terecht met uw vraag van 9 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. En ik zie u graag maandag weer terug. Tot dan.